ik zei dus hallo. Eerst maar eens even wat rust. Pootje niet gezien. Jullie mij niet, ik jullie niet. Dat klopt, ik ben even een poosje offline geweest. Poosje. Waarom? Omdat ik dat nodig had. Omdat ik ook bezig ben geweest met een proefplaatsing. En dan zul je zeggen, proefplaatsing, wat is dat dan precies? Kijk maar even met me mee. Eigenlijk is een proefplaatsing niks anders dan een try before you buy. Je probeert dus iets uit voordat je tot aanschaf overgaat. En die aanschaf, dat ben ik. En dat is ook gelijk het bedrijf waar ik mogelijk kan komen werken. Een proefplaatsing betekent dat het bedrijf mij leert kennen en ik leer het bedrijf kennen. Ik hou 2 maand mijn uitkering en in die 2 maand kan ik stage lopen, hoe je het maar wilt noemen, bij een bedrijf waar ik selecteer. Of het bedrijf selecteert mij in dit geval. Deze proefplaatsing heeft plaatsgevonden bij een carrosseriebedrijf in Groningen en ik zal de naam niet noemen. Ik vond het werk erg leuk. Ik zal jullie wat plaatjes laten zien van wat ik heb gedaan. Ik heb toch best wel een prestatie geleverd in die 3 weken die ik er was. Ik heb de 2 maanden dus niet volgemaakt om de reden dat ik erachter kwam door de medicijnen van de epilepsie. Geen 40 uur te kunnen werken. In ieder geval nu nog niet. Ik ben met mijn medicijnen wat omlaag gegaan. Daar heb ik weer een nieuw filmpje van gemaakt. Die link kun je hier zien. 32 uur is dus voor mij even de max en ik kon daar enkel alleen maar 40 uur werken. Helaas heb ik dus de proefplaatsing op tijdig moeten afbreken, maar ja, zo gezegd, vond ik wel heel jammer. Voor de rest ben ik druk geweest met werk zoeken. En tja, rust vond ik dus ook eigenlijk wel prettig. Ja, zo'n vlog maken kost al best wel energie. Het kost mij vooral heel veel moeite om uit te zoeken wat voor onderwerp ik nou weer zal verzinnen. Want zo interessant is mijn leventje eigenlijk niet. Wat ik allemaal aan het doen ben in mijn dagelijks bestaan, hebben jullie eigenlijk allemaal gezien. Actief zijn, borrelen, wat eten, routes bouwen, heel veel natuurlijk. Klimmen, ja, dat is het. Ik heb geen werk. Zoals jullie weten ben ik op zoek naar werk. En dan vragen mensen, wat zoek je dan? En dat is een hele goede vraag. Ik kan alles, maar ik blink nergens in uit. Ik denk wat voor mij het meest ideale zou zijn, is iets van beheerder of koster of conciërge, iets in die buurt, een mannetje van alles. Ik wil jullie vragen, denk met me mee. Misschien weet je iets, misschien hoor je iets. Dus, als jij iemand kent die deze 40-jarige, eerlijke, normale, Groningse vent aan het werk wil hebben, ben je dat 1 uur per week.